En aan tafel zit nu Claire Hilbrand. En we zijn ook zo blij dat jij ook die stap gewaagd hebt. Want alle mensen die achter de schermen werken, die hebben toch een soort schroom van, nou, moet dit nou? Ja, het moet. Want alle mensen achter de schermen, dat zijn gigantisch veel, die houden de culturele sector overeind. Ja. En jij bent één van hen. Jij bent senior projectmanager, projecten in de culturele sector. Vertel, ja. Welke projecten doe jij? Nou, ik werk al 9 jaar bij King Canary, daar doe ik de projecten. En daar werk ik ook al eigenlijk 9 jaar voor Phil Verheineken International. Maar ook voor Edison Pop, de muziekprijs van Nederland. Ja, Ria Edison heeft hier Gala. Aan tafel gezeten, ja. die werkt daar bijvoorbeeld ja, ook. Ja, ja, Ria was hier net. Ja, we hebben het Vondelpark Festival georganiseerd. Bestond 150 jaar. Veel voor corporate evenementen ook wel. Televisieprogramma, voor wie steek jij een kaarsje op? Live oh, ja. Vanaf een begraafplaats. Dus heel divers. Heel divers, eigenlijk. Ja. En je lacht erbij. Dus je hebt ja. Het naar je zin in deze ja, dagen. Ja, ja. Wat doe jij precies? Waar ben jij druk mee? Misschien moet je me zien als een soort van spin in het web. Qua het begint bij een concept waar een klant naar vraagt. En dat wordt bedacht door mensen. Daar moet een budget voor komen. Dat moet vervolgens worden uitgedacht. Wie gaat wat doen? Wie huren we waarvoor in? En dat is een heel proces naar cateraars, transportbedrijven, locaties, artiestenbegeleiders, visagie. Dus eigenlijk alles komt uiteindelijk bij elkaar samen. Ja. En ja, dan eindig je op locatie en heb je daar maanden, vaak bijna, soms wel bijna een jaar naartoe gewerkt. Wat is het leukste moment wat jij herinnert uit jouw 9-jarige carrière? Het zijn er. Eén van de leuke. Misschien een van de spannendste dan mm-hmm. of zo. Was eigenlijk een van de eerste projecten die ik heb gedaan. Dat was in de gashouder. En toen de plenaire sessie daar begon, stond die hele gashouder helemaal te trillen. Gewoon van de bas, van het plenaire geluid. Plenaire sessie? Van een optreden? Van een presentatie. Oké, okay, ja. En toen dacht ik wel van, ik stond bijna gewoon met een brok in mijn keel van, oké, het is nu echt begonnen en het is allemaal gelukt en hier gaan we. En ja, dat was gewoon heel gaaf. Ja, en de gashouder is ook nog gigantisch, ja. Hè? Ik heb 1 keer in die ruimte gestaan, ja. Dat is onmetelijk. Ja. Ja. En daar gebeurt dan iets waar jij mee aan gewerkt ja. hebt. Is ja. dat ook wat het leuk maakt of hoe zou je het omschrijven? Nou ja, wat ik ook gewoon echt heel leuk vind, is eigenlijk gewoon alle soorten mensen waar je mee te maken krijgt. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk de klant. Je hebt intern dat je met z'n allen dit evenement op poten zet. En op locatie heb je ook bijvoorbeeld te maken met Ali. Is de schoonmaker bij de gashouder. En daar sta je ook een praatje mee te maken. Dus het gewoon ja. eigenlijk de veelzijdigheid van iedereen die daar samenkomt. Ja, en ja. het samen doen van iets. Dus het samen ja. maken, tot ja. stand brengen van een productie. Ja, want het is niet alleen productie. We maken ook heel veel inhoudelijk. Dus we helpen klanten ook vaak met de inhoud van het programma. Vinden we ook heel belangrijk dat we daarover mee kunnen denken om het gewoon een mooi programma te maken. Dus ook die mensen zijn allemaal betrokken bij het hele proces. Ja, en ja. die mis je nu. Ja. Allemaal? Ja. Je zit thuis of wat? Ik werk vanuit huis. En ik moet zeggen dat het bedrijf waar ik werk heel creatief is met oplossingen. Dus in plaats van dat we denken van de komende tijd zijn er geen evenementen, we leggen ons erbij neer. Hebben we ons kantoor omgebouwd tot een studio. En daar kunnen we webinars doen of talkshows. Of, en dat gebeurt ook? Dat gebeurt ook. Vandaag. Dus je hebt hartstikke druk. Ja. Nou ja, ik niet alleen. Er zijn ook collega's mee bezig. Ik zou toevallig vandaag zou eigenlijk een heel groot evenement beginnen op het Westergasterrein. Dat is dus nu een virtueel evenement geworden in onze studio. Wat fijn ja. dat dingen toch ook doorgaan ja. op de een of andere manier. Ja. Ja. En dan heb ik me laten vertellen dat je nog iets heel bijzonders hebt meegemaakt. Nou iets ja. heel geks. Oh ja, nee, ja, ik denk wel dat ik de hint wil? Weet. Oké, okay, ja, nou ja, we maken natuurlijk heel veel gekke dingen wel mee, hoor. Ja, ja, noem eens wat. Dat is natuurlijk het leukste om te horen. Ik ga geen namen noemen. Nee? Jammer. Ik weet niet wat Ria allemaal al verteld heeft, maar... Die heeft iets verteld dat ze een artiest op het hoofd moest spugen. Oh ja, nee, dat heb ik gelukkig niet. Want die artiest dacht dat hij dat geluk bracht. En jij dan? Een voorbeeld is eigenlijk best wel grappig. We hebben vaak een productiekantoor als we ergens een evenement hebben waar we ons werk verder door kunnen gaan doen. En dat was tijdens Edison Pop in de gashouder. En op een gegeven moment ging het licht, begon daar te knipperen aan, uit. Dat we dachten, nee, gauw kijken in de zaal. Gaat het licht daar ook aan en uit? Of wat is er aan de hand? Is er iets met de elektriciteit aan de hand? Nee, in de zaal was niks. Nou, toen...
heeft iemand van de technische crew toch nog maar even een rondje gelopen om te kijken waar het nou precies vandaan kwam. En die trok een deur open en daar werden dingen gedaan die je daar niet hoort te doen. Dingen die je... Twee mensen waren met elkaar aan het seksen. Dus toen is verzocht, ja, je moet het even heel snel afmaken, maar dan moet je even het hok uit en dan gaat de deur weer op slot. Maar waren dat medewerkers of artiesten echt? Artiest. Artiesten. En je weet wie? Ja, ik weet wie. Ja, maar ik ga niet zeggen nationaal wie. Of internationaal? Nou, het is een Nederlandse popprijs. Een Nederlandse popprijs, ja. Die daar werd uitgereikt. Het evenement was Edison Pop, dus ja. Het gaat over de Nederlandse welk muziek. Welk jaar? Dat weet ik niet meer. We hebben het heel vaak geproduceerd, dus ik weet niet meer welk jaar het was. Ah, jammer. Kunnen we het niet terughalen? Goed, er zijn heel veel artiesten. Het was niet per se een winnaar. Nee, oké. Nee. Jeetje, was je geschokt? Nee, ik vond het eigenlijk heel grappig. Oh. Ja. Je kijkt niet meer op van dat soort dingen. Nee. Ik heb ook heel lang voor hotels gewerkt in het buitenland. Oh ja, natuurlijk ook. En daar heeft bijvoorbeeld in Amerika, dus dat is best wel, dat kan een heel preuts land zijn. En het Duitse voetbalelftal sliep daar. En dan gingen ze trainen en dan kwamen ze terug in het hotel. En ze kleden zich helemaal uit, tot aan hun blootje. En dan legden ze hun kleding in de gang van het hotel. En die housekeepers die liepen daar dan al. En die waren natuurlijk helemaal in shock met dat die mensen zich daar gingen uitkleden. Dus ja, dat soort verhalen. Jij kijkt nergens van op. Wat een heerlijke anekdote. Ja. Dank je wel dat je hem kwam vertellen. Nou, graag gedaan. Zet je handtekening. Hoeveel mag de teller? Ja, ik vond het moeilijk. Ik wist dat deze vraag ging komen. Dus ik dacht, hoe ga ik dit tellen? Want we doen ook heel veel evenementen met heel veel mensen. Nou, vandaag zou dat evenement zijn begonnen. Dus ik dacht, misschien moet ik die dan eventjes tellen. Dus met de voorbereiding en de mensen op locatie en de mensen die de content hebben gemaakt, denk ik dat we zo op 400 mensen uitkomen. 400? Ja. Wauw, dankjewel. Ja. Dus dat ga ik doen. Zet je handtekening. Tof dat je langskwam. Graag gedaan.